Vandaag is de winkel geopend en naast mij staat de heer Verbreed, directeur van KAI. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, eindelijk is het zover. Lang verwacht, stilgezweten. Dat heeft heel lang geduurd, maar we zijn heel gelukkig dat we vandaag kunnen openen. Ja. Toch eventjes over dat lange duren. Veel Schiedammers hebben zich afgevraagd waarom het zo lang geduurd heeft. Dat zat een beetje tegen het pand. Het zat niet zo tegen het pand zelf. Ja, we hebben naar het pand gezocht. Er zijn natuurlijk heel veel panden in Schiedam te huur. Maar we wilden graag toch een punt hebben in het centrum met een beetje uitstraling, karakteristiek. Ja, dit pand kwamen we tegen. Dacht, nou, het is een vreselijk mooi pand, maar ja, in de staat van het aantroffen, dat was al even schrikken natuurlijk. Van waar komt eigenlijk het idee vandaan om het pand zeg maar, in de originele staat helemaal te herstellen? Want het is helemaal origineel weer, hè? Nou ja, we hebben zoveel mogelijk teruggebracht naar een foto en bouwtekening uit 1920. Ja, we wilden een bepaalde uitstraling bereiken met het pand. En we vonden het pand in zijn originele vorm eigenlijk zo leuk, dat we ook het leuk vonden om die vorm terug te brengen. Even terug naar die periode dat u de ONS overnam. Als opvolger. Ja, in het begin ging dat een beetje aarzelend. Als u daar nu op terugkijkt, is dat al met al toch goed verlopen? Of zegt u van, nou, als we het van tevoren hadden geweten, hadden we het anders gedaan? Nee, zeker niet. Nee hoor, in dit geval zijn we eigenlijk heel tevreden hoe het gelopen is. Er is natuurlijk wel in de samenleving in Schiedam wat rumoer ontstaan. Want ja, alle verandering is natuurlijk een moment om even te laten horen wat je daarvan vindt. En zeker met de actie om alles digitaal te maken en de kastjes uit te delen, dat geeft natuurlijk heel veel ruis. Anderzijds zijn we er ook in een heel korte tijd heel bekend mee geworden, blijkt. En ik moet zeggen, ja, nu zijn alle Schiedammers klanten van KIW alsof we Westlanders zijn. Dat maakt ons verder niet meer uit. Ja. U zegt net van klanten. Mensen verwachten tegenwoordig veel service. Dat is ook een beetje de reden waarom deze winkel is geopend. Wat kunnen de mensen met name in deze winkel verwachten? Nou, de winkel zegt het goed. Het is een KIW shop. We verkopen niet echt dingen, hoewel je wel allerlei accessoires die bij tv kijken horen of bij internet te horen, zoals auto's ervoor gaan kopen. Maar het is echt bedoeld een servicepunt. Mensen kunnen met vragen, opmerkingen, problemen hier terecht. En worden dan hopelijk tot de tevredenheid geholpen. Is het nou zo dat volgens u in het hele medialand de bedrijven buitelen over elkaar? Mensen zeggen wel eens van ja, hoe lang is dit bedrijf nou dadelijk weer in Schiedam? Verwacht u dat er toch voorlopig een hele periode van rust aanbreekt op dat gebied? Nee, dat verwacht ik zeker niet. Maar je kan natuurlijk niet zo lang vooruitkijken wat dat betreft. De mediewereld is heel dynamisch. Maar KIW heeft de opvatting dat ze gewoon graag dicht bij de klanten willen staan. We hebben dus in vrij veel locaties een shop. In Haarlem hebben we er eentje, in Gouda, in Oudenbosch. Omdat wij het belangrijk vinden vanuit ons bedrijf om dicht bij de klanten te zijn. En dat, ja, zolang wij KIW zijn, zal het ook zeker zo blijven. Is er nou een bepaalde omslag tussen de hoeveelheid klanten en de kwaliteit die je als bedrijf kan leveren? Ja, dat kan je nooit zeggen. Ik bedoel, of het nou heel groot is of heel klein. Als je dicht bij de klanten wil zijn, moet je toch per plaats moet je iets regelen. En of je dan 100.000 aansluitingen hebt of 1.000 aansluitingen, maakt eigenlijk weinig uit. Even over dat hele digitale verhaal. Hè. Ja, we zitten toch in een periode dat mensen toch langzamerhand gaan omschakelen. Verwacht u op dat gebied nog heel veel ontwikkelingen op korte termijn? Nou, niet, ja, heel veel ontwikkeling is niet goed te zeggen, maar je ziet wel een tendens naar toch meer persoonlijk tv kijken. Tv die voor jou speciaal klaar staat, dus op aanvraag, hè, on demand heet dat. En even een stukje interactiviteit, waarbij dus, mensen mee kunnen doen met de tv kijken. Maar ik verwacht toch dat de overgrote meerderheid heel lang gewoon op de bank gezellig, s'avonds met nootjes erbij, blijft kijken. Nou, ik feliciteer in ieder geval met dit schitterende pand. En laten we hopen dat we de komende jaren op dat gebied rust krijgen in Schiedam. En dat de mensen vooral veel plezier kunnen hebben van de televisie kijken. Dat hoop ik ook. Dankjewel. Zo, kijk eens, we zijn even naar buiten gestapt en naast mij wethouder Menno Sillier. Meneer Sillier, goedemiddag. Ja, goedemiddag meneer De Boer. U, wethouder van de binnenstad, heeft zojuist mede geopend, om het maar zo te zeggen, de KIW-winkel. Nou, na een jaar is dat eindelijk zover, maar ik wil toch even terug in de tijd. De ONS ging over in handen van KIW. U schetste net zelf ook een verhaal van, dat was voor veel Schiedammers toch een hele rare ervaring.
Nou ja, toen inderdaad de kabel werd overgenomen door KIW, was het wennen. Dat had overigens wel twee oorzaken. Eén, natuurlijk, men was de ONS gewend aan de Van Heekstraat, waar men met zijn klachten en alles terecht kon. Of met positieve opmerkingen, of met vragen. Maar ten tweede werd op datzelfde moment door KIW al digitale televisie ingevoerd. Daar was de ONS overigens ook niet aan ontkomen. Maar dat betekende wel dat je in het begin behoorlijk wat problemen had. Zelf heb ik daar als consument ook last van gehad. Dat ik KIW moest bellen. Nou, daar waren ze vaak moeilijk te bereiken. Omdat er natuurlijk heel veel mensen belden. Nou, dan krijg je een beetje een probleem. Maar dan is dat ook niet goed, geen goede start voor zo'n bedrijf. Even toch terug, hè. Een hoop mensen hebben nog steeds die vraag van... maar waarom kon de ONS dat dan allemaal niet verzorgen, dat digitale verhaal? Nou, dat had ook te maken, maar goed, mijn voorganger heeft dat nog geregeld, Cor van Tilburg, met het feit dat het ook behoorlijk wat investeringen vergde. Nou, de ONS was niet meer een bedrijf dat financieel in staat was om een hoop te doen. Het is ook niet voor niks dat ook later de energietak ook verkocht is van de ONS. Gewoon omdat je als hele kleine aanbieder op zo'n markt eigenlijk te weinig investeringen kan doen om nog te overleven. Was dat voor u als wethouder nou wennen? Bij de ONS hadden jullie het mede voor het zeggen. Jullie waren aandeelhouder. Nu is het ineens een ander bedrijf. Is die overgang voor de gemeente Schiedam wat u betreft prettig verlopen? Nou, we hebben wel intensief contact met KIW, ook over dit soort zaken gehad. En we hebben ook wel telkens aangegeven hoe het wat ons betreft beter kon. En ik moet wel zeggen dat er wat dat betreft goede contacten zijn met KIW, zodat we een aantal zaken goed konden regelen. Even over het pand, want dat is een verhaal apart. U heeft net verteld, hè, vroeger was het een oud rotanhuis. Nou, wat daar binnen aangetroffen werd, dat was schrikbarend. Zoals het nu binnen hersteld is, dat is echt fantastisch. Ja, het is hartstikke mooi geworden. Niet alleen binnen, maar ook van buiten. Het rotanhuis zoals het vroeger was, ja, dat was gewoon een pand dat er vervallen uitzag. Het stond ook al enige tijd leeg. En de eigenaar deed ook te weinig aan onderhoud. Nou, dan krijg je dus wat we wel vaak op de hoogte gaan zien. Vervallenheid, lelijkheid, en dat is zonde. Nou, je kan nu zien... dat KIW behoorlijk heeft geïnvesteerd in het verhaal. Echt goed werk heeft verricht. En ik moet eerlijk zeggen, dit is een voorbeeld voor andere ondernemers op de Hoogstraat. Men schat tussen de 150 en 200 mensen per dag. Stel dat die nou eens hiervoor aan die Hoogstraat beginnen... en het ook nog aflopen tot in ieder geval minimaal het voormalige monopoolgebouw. Dat is wel een geweldige impuls voor dit stuk Hoogstraat. Nou, dat is hartstikke goed inderdaad. Nou zullen ook wel mensen gericht naar KIW gaan om hun producten te kopen... of om zaken af te handelen. Maar ik verwacht inderdaad dat een aantal mensen wel die Hoogstraat op zal gaan. Er zijn natuurlijk al meer mensen geweest die hebben geïnvesteerd in de Hoogstraat. Het pand van het carousel is ook prachtig opgeknapt. Maar ook verder op de Hoogstraat zie je steeds meer mensen... die willen investeren in de Hoogstraat. Er zitten ook steeds meer winkeltjes komen in de noordelijke deel van de Hoogstraat. We zijn er nog lang niet. Maar ik ben blij met KIW in ieder geval dat zij het aangedurfd ook hebben om in dit deel van de Hoogstraat te gaan zitten. Niet omdat het nou zo'n slecht deel is, maar omdat je wel een tandje extra moet zetten om er iets moois van te maken. Dat is gelukt.